donderdag heb ik hem eigenlijk wel nodig. Oké, okay, wat doet met je hormonen dus? Want je hebt ongeveer 100 hormonen, toch? In één keer door. Wow, dan heb je een lijp van rode streep. Kijk dan nu. Oh, hangt er nog bij. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, ja, mijn deur gooien, ging niet dicht. Dankjewel, maat. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. We komen even mijn moeders autootje halen. Heb je je broek aan? Kijk, ja, gelukkig wel. Nog wel. Oh. Nog wel, hé ma. Oh, zo. Hey, hallo. Bo. Goedemorgen, ma. Schat. Alles goed? Ja hoor, alles hallo. Goed. Hallo. Wij moeten wel helaas gelijk gaan, anders komen we te laat. Over één minuut. Als we over één minuut gaan rijden, redden we het nog. Oké. Okay. Ja. Oh, jullie laten we gaan weer gelijk weg, Bo. Oh, ja. Ja, we gaan nu meteen weg. Je bent voorbarig blij, ja? Donderdag heb ik hem eigenlijk wel nodig. Dat is helemaal goed. Ik heb hem donderdag ook niet nodig. Dan ben ik, ben ik weg. Met een andere auto. Dus. Dankjewel. Zo, kunnen we deze even voor een tijdje gebruiken? Af en toe, een paar dagen dan. Maar het is maar tijdelijk, hè? Nee, dit is helemaal goed. Even denken of ik... Kijk even achterin of er nog wat in ligt. Als jij hem nodig hebt, moet je gewoon direct appen of bellen, dan regel het. Donderdag. Donderdag heb ik... Ja, nou dan heb ik hem ook precies niet nodig. Ze komt mooi uit. Dus dankjewel. En dan hebben we sowieso voor even, nou ja, laten we zeggen voor 2 weken denk ik, dat we deze moeten gebruiken. Misschien iets langer. Oké. Dag ma. Nou, ik zit weer zelfs elke dag achterin. We gaan naar de meer toe. Mart heeft gefixt dat we in een ijsbad kunnen. Dat ijsbad is 1,4 graden, zei je. Zoiets, ja. Dat wordt echt afniften tot de max. Het is eigenlijk wel een ontdooibad. Ja, dit is een ontdooibad. Dit wordt echt verschrikkelijk. Het is de bedoeling om ongeveer 3 minuten in te blijven zitten. Ik hoop überhaupt dat ik 5 seconden al red. Mart, jij denkt... Ik denk dat jij wel lang kan blijven zitten. Ik speel hem uit, bro. Nou, ik hoop wel dat ik die 3 minuten red. Hoop ik echt. Vind je 3 minuten lang dan? Maar dat is een best end, ja. Heb je vriendin dat ook wel eens gezegd? Ja. Nee. Ja. Nou, ja, maar... Kijk, ja, je hebt, op deze manier is 3 minuten lang. Ja, joh, weet je, we gaan het gewoon zien. Ik ga mijn best doen. Ik moest van Mart als eerst. Daar zijn we in de meer. Infotainment uit. Ja, en dan kunnen we... Gaan. Is dit ook de fysio waar jij wordt geholpen voor je blessures? Ja. We zijn op locatie en er staat een zak ijs. Ja, het gaat gebeuren. We gaan het bad, ja, die is al koud. Hij is al koud. Hoeveel graden is hij nu? Kan je dat ergens zien? 2. Zet hem even aan. Oké, okay, ziet dan zeker 2 graden. 2 graden. 1,9, 2. Oké, okay, en die gaat dus nog harder zakken met dat ijs erin. Nou, hij blijft hierop. Maar dit is omdat er ook patiënten komen met rittenkaartjes. Gebruik hem zeg maar net zoals een fitnessapparaat. Dus ja. Ik kan met iemand gaan cross trainen of gaan bankdrukken. Maar ik kan ook met iemand een ijsbad nemen. Dus dan staat hij gewoon altijd op de koeler. Maar voor nu, voor jullie heb ik speciaal een extra zak. Oh god. Geregeld. Het is gewoon zo'n stuk ijsberg. Ja joh. Voor de show, hè. Marten Okke. Wie gaat er winnen, denk je zelf? Mart. Ik ga er... Mart? Nou, een beetje zelfvertrouwen, hekelijk. Ik heb er echt niet meer, want ik ga er niet uit. Ik ga erin zitten. En ik ga er pas uit wanneer hij zegt, ik kom er maar uit. Bellen, komt goed. Ik ga jullie mij helpen. Ik pak even binnen die lezing. Ik zeg eerst even thee of koffie in. Voldoen is? Thee of koffie is wel lekker denk ik vooraf. Ja, dat doe je. Dan doe je je hand. Doe maar thee. Jesus fucking Christ. Holy shit. Ik krijg mijn hand er nog ineens toe. Ik kan helaas nog niet meedoen, dus Mart en Okke gaan het vandaag doen. We gaan eerst een uitleg krijgen. Dus dat is ook met de wetenschap van wat koudtherapie doet, of niet? Ja, precies dat. Ja. Oké, okay, leuk. Dus dat is een lezing van 40 minuten. Ik zal niet alles filmen, maar het is wel leuk misschien om hoogtepunten te filmen. Wat het dus doet met je lichaam, wat voor voordelen het heeft, hoe je zelf erop kan trainen, we gaan het allemaal horen. Is dit een maat van een echt brein? Of moet je erbij? Dat is niet 1-op-1. Oftewel moet je hem naast je hoofd houden. Ja. Ja. Ik kan wel in de buurt, hè? En je kan hem uit elkaar trekken en dan zie je wat er allemaal in zit. Dit puntje, dit is toch waar al je hormonen worden geregeld, dit ene puntje in het midden? Ja, maar dat gaat wel verder. Dus je kijkt naar waar hormonen geproduceerd worden, je komt echt vanuit je hele lijf. En dan gaan we het ook over hebben zo. Oké, okay, wat doet met je hormonen dus? Want je hebt ongeveer 100 hormonen, toch? Je hebt heel veel. Je hebt heel veel. Maar het gaat, net zoals telefoonnummers, de werking van een hormoon bekijk je aan de hand van wanneer wordt een hormoon geproduceerd, wat voor dosis, op welk receptor grijpt je aan en de interactie. Stel je hebt, je zegt 100, maar ik weet niet hoeveel, maar stel je hebt 50 hormonen. De combinaties die mogelijk zijn, die zijn eindeloos. Ja. Dus dat maakt dat lijf zo ontzettend complex is.
En je niet kan zeggen of iets voor jou of jou of jou werkzaam is. Het is echt altijd maatwerk, het is altijd zoeken. Ja. Elke periode geeft weer een andere omstandigheid. Dus iedereen's hormoonhuishouding is anders gewoon? Elk moment van de dag, het is altijd anders. Ja. Maar het neerkomt, ja, het is weggedaan. Ja. Fucking interessant. Ja, ze zijn aan het zoeken voor stoere okken. Ik vind dat fucking interessant. Ik kijk nu Netflix ook af en toe een aflevering. The Human Within of Within the Human of zoiets. Dan heeft de naam kwijt, maar iets in die trant. Daar hebben ze het ook daarover. Over hormonen en zo. Maar voornamelijk zullen we het hebben over cortisol en zo en dat soort dingen. Onder andere. Cortisol gaat terugkomen, wat ik zei. Ik zet even wat extra sheets open voor jullie. Wat komt vrij bij zoiets? Sowieso adrenaline ook, denk ik. Ja. Maar doet het ook wat met je testosteron? Doet ook. Ja, dat komt niet voor in deze lezing, want uiteindelijk moest ik hem op... voor nu is hij ongeveer 40 minuutjes, 50 minuutjes. Ja. De workshop normaal is in theorie ongeveer 1,5 uur. Ja. Uiteindelijk kan je een dag vullen. Je kan een dag vullen ermee, ja. Dus dopamine, testosteron, waar het allemaal nog wat mee te maken hebt, dat zo moet je keuze maken. Bruin vet bijvoorbeeld wordt aangemaakt, er gebeurt zoveel. Leer je ook dat soort dingen, de hele hormoonhuishouding in fysiotherapie? Nee. Ik zou een stukje voorstellen wat uitgebreider doen. Hij heeft dingen gestudeerd waarvan ik het bestaan niet af wist. Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar je weet het nu wel gelukkig. Ik weet het nu wel. Wat is dan echt zoiets wat wij nog nooit gehoord hebben? Nee, de opleiding is PNI, psychoneuroimmunologie. Okay. KPNI, klinische psychoneuroimmunologie. Dus een stukje voorstellen, wat ik vaak aangeef. Een stukje broeders en bedrijven ben ik samengestart met mijn broertje. Ik heb de sportopleiding gedaan. En na de sportopleiding wist ik al vrij zeker, ja, ik ga de fysiotherapie in. Weet je wel, super interessant, hoe werkt dat menselijk lichaam en hoe kan je het ook groter en sterker krijgen. En ik was dus afgestudeerd en toen dacht ik van, ik ga iedereen beter maken. That's it. Maar daar kwam ik al snel van terug, dat lukte niet. Weet je wel, een standaard enkeltje, dat ging wel goed. Maar dan vraag je jezelf af van, wat is nu echt mijn rol geweest? Want in principe, als je door je enkel gaat en je luistert naar je lichaam, je bouwt het op, dat zijn van die klachtjes die genezen over het algemeen. De lastigere klachten, rugklachten, nekklachten of constant rare pijntjes, wijdverspreide pijn. En die mensen kwamen terug. Of gingen shoppen, weet je wel. Dus ik kom niet tegen. Ben ik verder gaan leren. Toen ben ik bij de neurobiologie gekomen, bewegingsgeneeskunde. Orthomoleculair, waar staat het dan voor? Ja, dat is een studie die leest alles over voeding. Oké, okay. Maar dat is uit het Latijn of zo? Of wat, waar komt ja, nou, het zegt een beetje, ze kijken naar de op molecuulniveau van wat voeding doet. Je hebt wel echt een aardige waslijst aan opleidingen en diploma's, man. Nou, hoe gaaf. Oké. En ik wil nu dat je het helemaal navertelt. Nee. Nou, we hebben toch ruim, denk ik, 1 uur en 10 minuten gezeten. Ja, dat was omdat jij zo nieuwsgierig was. Leeggierig. Ja, nou, ik wou af en toe wat filmen, maar dat is onmogelijk. Want dan ga je van hak op de tak, val je er midden in. Ja. Als je dit, ik dacht, dus misschien wel leuke stukjes om af en toe tussendoor te filmen met kleine uitleg, maar dit was echt gewoon biologieles. Ja, maar dat is het. Het is het dan ook best meegeven. Het is snappen hoe die biologie werkt, ja. Waardoor gedragsverandering in stand in werking gezet kan worden. Ja. En uiteindelijk gedragsverandering. Ja. Dit was niet te filmen, want dit was één doorlopend chronologisch verhaal. Dus dat had een hele lange vlog geworden. Maar als jij er maar wat aan hebt. Ja, ik vond dit zo rete interessant. Ik heb nog steeds 10.000 vragen. Maar ja, dat gaan we zeker doen. Hun hebben in ieder geval de basis wat we moeten doen. En dat gaan we nu zien. Ja. Stond ouwe hebben. Ja, Mart heeft dit al wel eens vaker gehoord, geloof ik. Ik heb deze prestatie, denk ik, al 6-7 keer. Maar dit was wel de langste keer, denk ik. Ongetwijfeld. Lekker die buitenlucht. Ik vond dit een van de meest interessante dingen die ik in jaren heb gehoord. Hij had het over mitochondriën, de hele hormoonhuishouding. Het ging eigenlijk alleen maar over neurologie en over het zenuw... Heb je zwembroekkamer nog even omkleden? Ja, doe ik hier wel. Anne, je kan binnen een kleedkamertje. Top. Ah, joh, maakt me niet uit. Heb je je hand erin? Ja, dat is echt ik ga er sowieso heel in koud. Staan, maar ik weet niet of ik er tot hierin ga. Okay. Ik vind het jammer dat ik er nog niet in kan, maar dat komt binnenkort helemaal goed, heb ik vernomen. Ja, dat gaan we rustig opbouwen. Superleuk. Ja, via Mart hebben die gasten geregeld dat ze binnenkort bij mij ook zo'n ton komen neerzetten. Ja, wat is het? Een bak? Ja, heeft het een bepaalde benaming? Nee, een eikhout. IJswat noemen wij het, hè? IJswat, echt, ja. Kom, ik kan voor alles gebruiken. Chris? Ja, wat we gaan doen. Een stukje praktijk. Zometeen sta je daarop. Ja. Dan ga je erop staan.
dan pak je alvast je focus. Dan gaat het spel al beginnen. Ga je gewoon voelen wat je lijf doet. Dan ga je ervaren, oké, dit is stress. Dit is heel functioneel. Dus je voelt misschien je ademhaling, hartslag. Dan ga je een paar keer rustig ademhalen, want dan wil je dat systeem al kalmeren. Hè, door die rustige ademhaling. Op een gegeven moment hak je zelf de knoop door. Want jij bent degene die bepaalt dat je erin gaat, niet ik. Pak je vast, stap je erin. Ga je eerst staan met je gezicht die kant op. Stap 2. Dan voel je hoe koud het is. Waarschijnlijk ga je hersenen alle kanten op. Dan geef ik hem aan jou. Neus in, mond uit. Het is wat het is. Het water verandert niet, maar het is je reactie wat we net door hebben genomen. Het is je stressreactie die je wilt controleren. Dat is de game. Dan pak je vast, hak je voor jezelf weer de knoop door. Dan zak je naar beneden, mag tot de grond. Je kan ook gewoon een beetje dobberen, zit tot daar. Handen erop, als het kan eronder. Dan zit je zo, niet eens met je billen op de grond hoor. Dan zit je zo. Wat er gaat gebeuren is bij de meeste dit. Dus je krijgt een hoge ademhaling, spierspanning. En dan moet die ademhaling omlaag. Dan ga je diep inademen. Lang uit. Dan zou ik je bij coachen. En dan mag je dus maar 12 keer doen? Onder de 12 ademhalingen per minuut. Daar wil je naartoe. Als je dit blijft doen, dan adem je ongeveer 25 keer per minuut. 30 keer per minuut. En dan krijg je het verkeerde hormoon. Ja, dat is adrenaline. Ja, exact. Dat is en hoe heet die moeilijke die we moeten hebben dan? Dus acetylcholine. Okay. Dus als je zo meteen naar beneden duikt, onder de 12, gaat je lijf steeds meer acetylcholine produceren, antistress, etc. Ik coach je doorheen. Jij bent altijd eigen baas. Dus je mag altijd zelf bepalen hoe of wat. Maar onthoud, het is een maximale uitdaging om die mitochondriën maximaal te laten ontwikkelen. Ja, oké. Okay. Ja, dus je doet het ergens voor. Ja. Maar mitochondriën, is dat dan een kleinere cel in de normale cel? Of wat is... Vroeger uit is het een bacterie, een eencellig organisme, een bacterie. Ja. Die is gaan samensmelten. En wij kunnen ze uit onze eigen DNA maken. Dus dan is het officieel niet echt meer een bacterie. Maar het is een energie, het is een levensfabriek. Fucking lijp. En we bestaan voor 30% eruit. Ja. Dus van jou 100 kilo is gewoon 30 kilo daarvan. 30 kilo is niet 100. Ja, dat is ziek. Focus, iedereen focus. Ook een succes, maat. Ga je onze kant op zitten of de andere kant? Die kant, blijf hier heel even staan. Heel even voelen. Neus in, mond uit. Blijf kalm. Wat je nu voelt is functioneel, is je stresssysteem. Kijk naar voren, hou focus en zak dan rustig naar beneden. Je doet het perfect. 1 minuut is de goal, 3 minuten zou knap zijn. 10 minuten is de max. Neus in, mond uit. Goed, langer. Neus in, mond uit. Goed, in één keer door. In, helemaal uit. Heel goed. Diep in, helemaal uit. Dit is perfect. In en uit. Netjes, goed. Stukje erbij. Neus in en uit. Focus pakken. Pak een punt voor je waar je visueel je focus op houdt. Goed, in en uit. Maar steeds kalmer. In en uit. Dit is hem. Daar heeft hij focus. Die is top. Zie je, er komt al een zucht en verdwijnt de spanning. In en uit. Hou die focus vast. Ogen mogen ook dicht wat je wil. Probeer nu, dat laat ik bij jou, elke ademhaling steeds rustiger te worden. Dat is oké. Goed. Water is wat het is, maar je hebt controle over jezelf. Daar gaan we. Het is dus pas... rond de 10 minuten, of langer dan 10 minuten, is het pas schadelijk. Dus 3 minuten kan helemaal geen kwaad. Al voel je pijn, is dat gewoon een stressreactie van je lichaam. Dus je kan er ook helemaal geen schade aan overhouden, niks. Dan moet je echt... Wel goed, man. Oké, okay, let's go. Hey, meer dan je had verwacht, hè? Ja, ja, langer dan dat je had verwacht, hoor. Hoe langer was het ongeveer? Weet niet, jij hebt gefilmd. Anderhalf. Ja, ik heb daar niet op gelet. Want hij filmt al 5 minuten nu, dit clipje. Dus heel knap ook. Ja, dan komt door die ademhaling aan. Maar dus na een minuut, als je op je ademhaling let, is je cortisol weer helemaal terug. Dus je wordt cortisol aangemaakt, gaat door je hele lichaam, is na een minuut weer terug. Dus rond de minuut, de cortisol, dat is natuurlijk je stresshormoon, die geeft aan van gaat dat bad uit, dit wordt helemaal gek. Dus na een minuut zwijken de meeste mensen, die bezwijken dan, weet je. Dat is gewoon helemaal fucking lijp. Nou ja, ik wil van alles vertellen wat ik net geleerd heb. Oké, je moet er doorheen. Oké, jongen, let's go, brother. Je bent er weer, hè? Het was minder erg dan je dacht, of niet? Toen ik heb maar ingezitten, het was... Ik ben ontdekt die ademhaling, maar het lukte me maar niet. Nou, uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk lukt het wel, maar... Precies, wat je zegt was wel goed, want heel veel mensen denken... Oh, ik stap erin, maar je wordt gewoon overgenomen door de stress. Je denkt van, ik wil rustig ademhalen, maar het lukt gewoon niet aan het begin. Nee. En daar moet je even voor werken, hè? Maar dan zie je wel dat de interventie hard genoeg is om je dat setje te geven. Ja. Want als je kan zitten en je zit er 2 seconden goed, dan is het net niet hard genoeg geweest. Je bent ook helemaal rood, je ziet je doorbloeding heel goed nu. Dat, je ziet echt een lijn, zie je. Ja, kijk hier ook helemaal. Ja, jij gaat lekker naar bed vanavond. Je zou goed slapen. Nou, Mart. Ja, ik heb vannacht heel kut geslapen. Nou, dan ga je
Naast die van jou. Ik loop je er gewoon weer nog eens zoals vorig jaar. Ja, heel veel succes. Maar hoe vaak heb je dit al gedaan? Eén keer. Ga jij voor hoe lang ga je? Zo, ik loop gewoon gelijk door je. Ik ben helemaal enthousiast. Gewoon tot wanneer ik niemand kan. Zet hem op 2 minuten. Ik weet niet hoe lang ik heb gezeten, 10, 20 seconden. Ja, ik wil eigenlijk had ik een timer erbij moeten halen, maar het ging even allemaal zo snel in één keer. Mart, ik doe stopwatch, ja? Heb jij een stopwatch? Ja. Oké, daar gaat-ie. Die kant op. Oké, heel even voelen wat het doet. Het water is wat het is. Maar het is je eigen reactie die je de baas gaat zijn. Pak je vast. Succes, Mart. Ja, 1, 2. Goed, deur je mond uit. Dat kan andere ronde. Dat is helemaal. 1, 2, go. Neus in, mond uit. Neus in, mond uit. Krachtig. Uit, aan, lang. Langer. Adem uit. Door. Door ademen, Mart. Dat is hem. Die hou je vast. In en uit. Pak visueel met je ogen. 1 punt waar je focus op houdt. 1 punt. 1 punt. Neus in. Lang uit. Goed. Je visuele punt. Kan je ook focussen op mijn stem. Tweede punt. In en uit. Blijf gefocust. Nice. Goed. Heel netjes hoor, Mart. Probeer nu elke ademhaling ietsjes rustig. Ook is volgens mij een potje Dr. Bibber aan het spelen. Niet normaal. Ik voel mijn benen niet meer. Ik voel mijn tenen niet meer. Ik voel mijn onderlijf. Ik was hier vroeger. Ik heb nog rustig. Ja? Heb je rust? Ik heb rust. Nu zit je gewoon lekker. Ja. Nou, je zit nu op 1,5 minuut. Dus je bent dik die minuut voorbij, dat is knap. Dus je bent op de helft, man. Nou, eigenlijk wat dus nu gebeurt, je lichaam denkt, ik ga dood. Mag ik naar binnen? Waardoor die levensfabriek, die mitochondriën, die gaan keihard aan het werken. Omdat ze gewoon denken, we gaan dood, we moeten vechten. Zo zou je het een beetje kunnen zien. We gaan niet dood. Dat is... Nee, maar die cellen denken toch van, hé, er gebeurt iets wat niet hoort. Jij kan het nog hebben, hè? Ja. Je zet zoveel stress op het systeem. Ja. Dat lijf wilt overleven. Waar is jouw telefoon? In mijn tas ligt hij. Deze? Ja. Moet je filmpje aanmaken? Ja, als je mijn mail kan met mijn telefoon. Jij mailt hem? Of? Nee, met jouw telefoon, hè? Ja, doe maar. Nee, maar wat dit ijsbad doet, dit geeft zoveel stress af op dat systeem. Ja. Dat er een enorme noodzaak komt op overleven. En dat kost heel veel energie. Dus wat die mitochondriën, die energiecentrales gaan doen, die gaan gigantisch veel energie produceren. Ja. Nou, daarbij. Oh. Ik kan het. We doen nog even hoor, dan komen we eruit. Je pusht je eigenlijk naar je limiet. Net zoals wat je met fitness doet, met spieren. En dan komt er een stofje vrij, onder andere NRF2, cortisol ook. En die zorgen ervoor dat het lijf dan meer mitochondriën gaat aanmaken vanuit je eigen DNA. Dus je krijgt een toename van die energiefabrieken. En vervolgens kunnen ze ook nog eens gaan fuseren, waardoor ze efficiënter gaan werken. Ja, dan heb je gewoon efficiëntere. En meer mitochondriën in je cellen die jouw energie geven. En ook al die andere bijproducten. Om je levensfabrieken perfect te laten functioneren, moet je ze dus eigenlijk keihard belasten. Keihard belasten, maar vergeet altijd niet die energie. Je kan iets pas keihard belasten als de voorwaarden oké zijn. Ja. Is er geen veiligheid? Is er geen goede voeding? Is er geen goede zingeving? Hebben we chronisch stress? Dan kan je kan niet bouwen op drijfzand. Ja. Dus zo'n training is echt goed om te doen, maar je moet wel weten wat je doet. Ja. En de voorwaarden moeten ook oké zijn. En het kan zomaar zijn dat ik over een half jaar of over een jaar maar niet meer het ijsbad in laat gaan. Omdat er wat is. Ja. Net zoals bij jou nu. Ja, mijn weefsel is nog niet goed genoeg hersteld. Nee, gewoon om 3 minuten tot nu? 4 minuten. Je zit op dik 4 minuten. Gaan we rust uit? Ja, is goed. Nou Mart, waanzinnig. Oh. Ja, heel lijp man. Zo, jij bent... Wow, wat heb je een lijpe rode streep. Die doorbloeding, want het lichaam gaat dus dat bloed, die hemoglobine vol, overal heen pompen, of niet? Je ziet de vaderreactie hoor. Zo hard! Lijkt wel verbrand. Het ijs op mijn been zit. Lijkt wel verbrand, gast. Lijkt gewoon verbrand. En wat gaaf is om te weten, is dat het heel veel bruin vet aanmaakt. Ja. En bruin vet verbrandt het wit vet. Dus wil je droog trainen, ja. Maar je wilt toch ook wel voor spierbouw gaan, dan is het... Ijsbad zorgt voor bruin vet, zit rondom de grote vaten, rondom de nek en dergelijke, en dat verbrandt wit vet. Ja. Dus een geweldige interventie voor droog trainen. En wat ik ook even wil zeggen dan meteen, het zit wel spiermassa in de weg als je het op hetzelfde moment doet. Dus als je keihard gaat fitnessen of sporten, en je doet net naar voren of net daarna een ijsbad, dan zit dat wel spierherstel in de weg. Dus dat moet je echt scheiden van elkaar? Moet je wel scheiden van elkaar. Hoeveel uur of dagen? Of? Ja, ze zeggen 12 uur, maar dat hangt een beetje af van de mate van getraindheid.
Maar nogmaals, om terug te komen op die mitochondrie. Het is toch een beetje dat wat die Amerikanen altijd zeggen van... If you don't use it, you lose it. Precies dat. 100%. Ja. En nu worden we eigenlijk... Dus ook met spieren. Dus je verliest spier als je het niet meer traint. Dus als je ook je cellen nooit goed traint, die levensfabrieken, gaat dat dus ook op een gegeven moment gewoon achteruit. Ja, dat is het. En daarin zie je ook het hele spel. Daarin zie je dat voeding van belang is, intermittent vasten van belang, sporten van belang, hittetraining, koude training. Omdat je elk orgaan, elke cel moet stimuleren en moet verzorgen. Ja. En niet alleen maar het fysiek of alleen maar koud. Netjes. Je wordt roder met de minuut. Maat, het lijkt wel nep. Het lijkt of je gewoon verf op je hebt. Maar je hebt sowieso een goede doorbloeding, want hij traint zichzelf elke dag. Ja, ja, ik doe het ook wat vaker. Dus eigenlijk nog meer resultaat zo meteen. Maar pak je nou bewust geen handdoek? Ja, even gewoon... Even kalmeren. Wat lijf. Ja, dat kost... Voel meteen, dat voel ik niet meer. Ik kom er zo te... Maar straks in één keer wordt alles heel warm toch, als het goed is? Alles wordt dan warm, krijg je een goede gloed over je heen. Hoor je al warm? Nee. Ja, ja, zo meteen hoor, eerste keer. Maar het kost bakken met energie, dus als je met een therapeutische inzet, moet je wel altijd rekening mee houden dat niet iedereen heeft deze energie. Niet iedereen heeft de energie om zich op te warmen. Ja. Dan kies ik ervoor om misschien nog geen ijsbad te doen, maar een half koud douche of een koud douche en daarna gewoon lekker warm douchen. Ja. Maar Mart heeft energie zat, dus dan kan ik zeggen, niet opwarmen daarna, laat je lichaam het nu maar zelf regelen. Gewoon van binnenuit. Krijg het nu helemaal warm. Ja, dat je kan zeggen dat dit goed voor is, als je dit zo ziet, hè. Maar dat is het gewoon echt. Bijzonder, hè. Het is het echt. Dat is de evolutie nog van vroeger gewoon. Dat heb je net ook uitgelegd. Ja, dat is het. Maar nogmaals, echt safety first. Op het moment als je het doet op drijfzand, als je niet weet waarom je het doet, of als je het doet omdat iemand anders graag wil dat je het doet, of het ligt jou gewoon überhaupt totaal niet, dan heeft het dus niet... Dus vrije wil is ook een megafactor. 100%. Ja. 100%. Dus je door het ijszak, daarom gaan mensen dus ook vaak dan dood. Ja, gaan ze stilstellen, raken ze direct onderkoeld omdat je heel veel stress erbij hebt. Toen ik heen staal, toen dacht ik eigenlijk van, oh, dat valt eigenlijk best mee. Maar als je eenmaal hier bent, ja, dan gaat het komen. Zeker een grote vader. Ja. En het is altijd dit gedeelte bij de man en dan is het hier en de polsen. Ja, alles kruipt naar binnen. Ja. Vrouw worden. Ja, dat denk ik. Hey. Was er, jongens? Ja. Fucking lijp. Ik had ook zo graag gewild, maar ja. Hè? Oh, we gaan met telefoon. Zo, dat was echt... Ik vond dit belachelijk interessant. Echt ongekend. Mark, goed geregeld? Ja! Ja. Ik ben gewoon jaloers op die gasten. Dat ik niet mee kan doen. Maar dat is gewoon nu even zo. Maar Rodi en ik gaan contact houden. En dan gaan we kijken of we zo'n ijsbad bij mij thuis kunnen neerzetten. Dus ja, weet je, dit moet nog even allemaal helen. Ook van binnen natuurlijk. En het is vandaag 5 december. Dus mijn officiële periode van mijn arm niet gebruiken en die tillen is voorbij. Heb je portemonnee? Ja, oké, die weet niet waar het portemonnee is. Maar je zal gewoon waarschijnlijk thuis liggen. Vanaf vandaag mag ik weer meer dan 5 kilo tillen. En ik mag mijn arm weer omhoog doen. Ik heb het nog niet gedaan, maar ja, ik moet het eerst een beetje oprekken, want die spier staat heel strak natuurlijk van dat gesnijden zo, door die snede te maken. Maar mijn leefregels zijn voorbij, maar het was misschien niet zo slim om op de kop af gelijk zo'n bad in te gaan. Het volledige herstel, ja, dan ben je inmiddels 3 maanden verder voordat dat echt helemaal geheeld is en dat dit tekenweefsel helemaal klaar is, weet je wel. Ik vond dit belachelijk interessant. Het was neurologie, ik weet die term niet eens. Wat was die term nou van de voeding? Die voeding ding, moleculair, orthomoleculair. Zoiets. Zoveel namen. Die man heeft zoveel namen. Ja, die man heeft echt wat een opleiding heeft, die gast. Maar hij wist ook allemaal haar fijn uit te leggen. Ja, en ook elke vraag een antwoord. Ik ken niemand die zoveel kennis heeft als Rodi. Echt waar, in dit vak dan. Maar hij weet het heel goed om de woorden te brengen, zodat wij het ook begrijpen. En jullie zitten nog wel te bibberen, hoor ik. Ik hoor achter me, ik hoor naast me. Dat is die social. Morgen, binnen een paar uur, ben ik volledig gesmekt. Kijk dit. Oh, traanogen, kriebelneus, verkoudheid, zware harses. Begin ik een griepje te krijgen of zo. Ik weet niet wat het is, maar ik denk gewoon nog van Roy's feest of zo. Ik heb de vakken voor mensen gezien natuurlijk. En ik ben even een tijdje wat minder onder de mensen geweest. Ik heb wel natuurlijk super gezond geleefd. Als een monnik op de dag dat ik potverdikke me herstel moet zijn. Wat wel zo is natuurlijk. Krijg ik weer dit. Ik ben helemaal gesloopt. In één keer gewoon. Dus ik ga lekker naar mijn bedje toe. Kijk dan dit oog. Het hangt er gewoon bij. Ongelooflijk. Jongen, het wil nog niet meezitten. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen natuurlijk. Maar wat wel dan belangrijk is, is dat ik wel gelijk mijn rust pak. Dus dat ga ik ook lekker doen. Hoe kan dat nou weer? Maar ik ga wel gewoon nog een spreekwoord doen. Het spreekwoordenmomentje. En vandaag een doorn in het oog. De nieuwe geluidswal is mijn vader een doorn in het oog. Mijn vader ergert zich aan de geluidswal. Dat is meer een soort uitleg. Ik erger me hieraan.
Hoe kan dit nou? Precies vandaag op 5 december. Zo, echt binnen een paar uur ben ik gewoon helemaal gesmekt. Hoe kan dat nou? Joh? In ieder geval, het is 5 december, dus ik hoop dat iedereen die Sinterklaas heeft gevierd. Mooi onze traditie dat heeft gedaan. Die een fucking leuke avond en misschien wel dag hebben gehad. Oh, ik hoop dat ik morgen wel weer gelijk de oude ben als ik nu even goed slaap. Morgen om 10 uur mijn eerste afspraak, dus ik hoef ook niet heel vroeg op. Dus dat is lekker in ieder geval. En ik laat me niet uit het veld slaan hoor, jongens. Maak je niet druk. Maar het is wel even kut. Gauw. Weet je wel. Ik loop maar te tobben joh, met mijn gezondheid de laatste tijd. En dit waait wel weer over hoor. Dit is waarschijnlijk over een paar dagen weer over. Alleen de timing is zo bijzonder. Hè? Maar ja. Moeder Natuur houdt geen rekening met timing. Die doet gewoon zijn ding. Maar je kan wel een beetje erop inspelen natuurlijk op Moeder Natuur. Dus dat ga ik nu doen. Door dat. En lekker te slaven. Heel erg bedankt voor het kijken in deze vlog. Hopelijk zien jullie er morgen weer bij. Ben ik weer gelijk helemaal beter. Bedankt voor de support toppers. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Ik ga even een shotje maken. Hè? Huh?